We hebben de auto hier geparkeerd. Apparaat, kofferbak, mantel. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag dinsdag 25 januari 2022. En het is nu bijna 8 uur in de ochtend. Ja, vraag me niet hoe ik er nou bij zit. Want ik voel me totaal niet lekker. Nee. Maar daar kom ik echt zo meteen op terug. Wat ik gisteren ook al zei, dus eigenlijk vandaag net. Dus ja, dus wel weer heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Zo, we hebben de auto hier geparkeerd. Apparaat kost me ook momenteel heel veel energie. Ik ben zo beroerd als een hond. En Rauw is nu aan het lopen om een rolstoel te halen, want ik trek het niet. Dus we gaan er mee maken hoe dit allemaal gaat lopen. Als ik maar hier zo aan de overkant kan komen, dan vind ik het goed. Jullie horen dat zo meteen al. Het is nu, mag ik niet liggen, 10 voor 10. En we moeten er 10 over 10 wezen. Dus we hebben nog iets van 40 minuten. Ik heb weer een glimlach op mijn gezicht, gelukkig. Want mijn arts, Bronkhorst, dat is een superarts. Ik heb nou een middeltje gekregen, die zou 15 uur werken en ik krijg iets van mijn misselijkheid, zodat ik ja, gewoon niet meer zo misselijk ben als ik dus pijn krijg. Daar ben ik heel blij mee. En nou, dat is dus vanavond, nou, dan moet ik sowieso nog even mijn apotheek bellen dat het in mijn kluisje moet, ook al gebeurt dat toch wel. Dus ja. En tussen nu en 2 weken heb ik mijn operatie. Dus ja. Helemaal top. Yep. Zeker. Hé, schat. Laatste. Alles goed met jou? Moe. Nee. Moe. Niet alles. Moe. Ja, dat ook. Ja. Ik ook, maar. Maakt niet uit. Nee. We gaan er gewoon weer de beste van maken. Gewoon een leuke dag van maken. Kan weer lopen nu. Dus even weer, wel weer even wennen dat ik weer normaal kan lopen, zeg maar. Maar ik zal sowieso, wat ik net al zei, ik heb een ander middeltje gehad. Die zal ik eventjes ook hier even in beeld laten brengen. Dat is altijd handig. En ik zal ook even zo meteen thuis, even, als alles even rustig om me heen is, zal ik eventjes een videootje opnemen voor mijn dagboek. Eventjes ook daar even de video erbij in. Ook even bijpraten, et cetera, et cetera, et cetera. Dus, nu gaan we nog even snel naar de bak. Even kijken in de bak of er wat in zit. Zo niet, zijn we weer heel snel in de auto en gaan we weer heel snel weer naar huis. Ja, precies dat. Zo, ik heb wat te vieren. Maar dat wordt zo meteen wel duidelijk. Zeker wordt dat zo meteen duidelijk, want ik heb wat te vieren. Ja, heel raar om dat te zeggen, dat ik iets te vieren heb. Ja. Hi, alles goed schat? Tuurlijk. Mooi. Ja. Ja, dat is waar. Nou, ik heb nou net nog mijn injectie weer gehad. Oh, mocht je? Huh? Mocht je? Nee, voor even mijn zenuwbeknelling. Oh, ja. En ik heb ook, dus een operatiedatum. Hey. Dus daarom ga ik hem ook even vieren met een flesje wijn. Met een flesje wijn. Lekker. En ik heb nou een nieuwe trouwens. Want mijn oude die is even. Hij was eigenlijk altijd 4,99. En nu is hij 5,49. Met de koekoek. Deze is een heel stuk goedkoper. Deze is nou 3,95. Kijk. Dat is een eurotje. Ja. Eurotje. Dus. En dan mijn zakje chips nog. Ha, ik wel. Ja hoor. Ik ga het gewoon vieren omdat ik een operatiedatum heb. En ik kan even rennen nu. Wat? Ja, ja. Wat? Ja, deed ik net hier ook langs bij hun rennen.
Want hun hadden het hele pad net. Daarom. Ah, en dan ga ik er gewoon bij langs. Ik wil erbij. Punt. NL. Dus ja. Nu zijn we dus even in de Jumbo, zoals jullie weten. Ja. Jij hebt een avonddienst, dus jij komt later thuis. Dat is mooi, dus ik eet alleen vanavond. En ik heb Alex ook al geappt dat hij dus kip en gemarineerde kip krijgt van mij. Heb ik ook al gezegd. Dus daar hoeft hij geen zorgen over te maken, over kip. Dus jij kan altijd vanavond nog een kipje eten. Dus wij gaan nu naar de kassa, of moet jij nog wat hebben? Ja. Mooi, dan gaan we dus nu naar de kassa. En dan gaan we als een spier weer naar huis. Zo, er ligt iemand wel heel erg prins heerlijk op de grond. Roos, even nu met de honden lopen. Ja, ik was even bezig in de keuken met kipvlees bakken. Debbie die belt mij zo meteen op, gezellig even. Ja, dan heb ik eigenlijk helemaal weinig mee te doen vandaag eigenlijk. Ja, ik bedrust houden, bankrust. En nog eventjes met Niels even kijken of hem het lukt met editen. Sowieso even. En ja, en dan nog eventjes video opnemen voor mijn dagboek met, over Agnes. Dus ook dat nog even. Dus ja, druk ook wel weer, maar ook eigenlijk weer niet. Het is een beetje dubbel op eigenlijk, zeg maar. Maar ik hoop eigenlijk in dat mijn misselijkheid over gaat. Want dat gaat nog net niet over. En daar baal ik een beetje van. Dat mijn misselijkheid niet over gaat. Nee. Als die nou open zou gaan, dan zou dat heel fijn wezen. Dus ik moet sowieso ook nog even de apotheek even bellen. Of dat sowieso nog even in mijn kluisje kan. Dat ik die vanavond sowieso kan ophalen. Gewoon even dan even zonder dronden. Dus, en ik moet even de caviakooi nog even doen. Vandaag. Die moet gedaan worden. Echt, dat ziet er niet meer uit. Echt gewoon niet. Kijk maar hier. Ja. Ik ga vandaag jullie kooi doen, kijk. Ja, fruit gaat vandaag jullie kooi doen, schatjes. Dus ja, dus die moet ik ook echt even zo doen. Dus, wat staat er nu op mijn planning? Dat is de cavia kooi doen. Ik zeg het gewoon even op, maar ik weet niet in welke volgorde ik het ga doen. Dus cavia kooi, apotheek even bellen. Een video opnemen, Debbie die belt nog. Niels bellen. Video editen. Dus ik heb nog wat te doen.
Je lekker even. Lekker hè? Neem het lief. Gevaarlijk hondje op ben je ook. Ja, je bent heel gevaarlijk. Heel gevaarlijk hondje. Je bent heel gevaarlijk hondje, jij ook, hè? Ja. Je bent zo gevaarlijk. Je bent heel gevaarlijk, jij. Nee, hè? En weer bedag. Ja, zoals je ziet zit ik lekker in de slaapkamer. Ik zou vandaag een hele hoop gedaan te hebben gedaan, weet ik het, yes. Maar oké, ik ben te moe. Maar ik zou dus sowieso de caviakooi doen. Ik ben niet aan toegekomen. Ik heb anderhalf uur nog even op bed gelegen. Ik heb gekookt en ja, zometeen ga ik slapen. Dus dat staat voor me op de planning. Ik heb de video opgenomen, dat heb ik wel gedaan. De apotheek, die zou ik bellen, maar ze hebben mij gebeld. Want de medicijn die ik eigenlijk zou moeten krijgen, die was op. Maar ze hadden wel nog één tabletje. Die heb ik ingenomen en die is vies, kan ik je vertellen. Hij is niet lekker. Maar oké, ik hoop dat het wel helpt. Dus morgen dan ja, heb ik er een heel doosje van. En ja, die deel ik ook even met jullie. Ik heb ook ja, wat ik al eerder zei. Ik zal nog een keertje eventjes voor jullie erin doen. De injectie die ik heb gehad. En anders kan je hem altijd ook sowieso weer terugzien in mijn dagboek. Die ik aan het maken ben voor Agnes. En ja. Ik zou eigenlijk vandaag een hele hoop doen. Maar wat er van terecht is gekomen, eigenlijk heel weinig. Ja, slapen. Ik zou dus apotheek bellen, heb bij mij gebeld. Ik zou de caviakooi doen, is niet gebeurd. Eten en ik zou nog een paar dingen doen. Ik weet echt niet meer wat. Nee.
Maar oké. Ik ga wel deze vlog nu afsluiten, want ik ben back af. Ik ben moe. Ik kan ook niet meer. Ik moet luisteren naar mijn eigen lichaam. Dus dat doe ik ook. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Jullie weten het hele reeltje. Die ga ik nou niet opnoemen, want ik ben echt kapot. Dus ik zou zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog.